Kinderen werden er niet dodelijk ziek van. Bijna niemand werd er dodelijk ziek van, maar zeker geen kinderen. En toch gingen er prikbussen naar scholen. Daarmee werd in mijn ogen ook echt het ouderlijk gezag ondermijnd. Maar die bussen gingen naar die scholen toe om daar een prikcampagne te houden. Nou, dat soort dingen, dat moet toch bij mensen een gevoel hebben gegeven: van is dit wel helemaal zuiver? Klopt dit wel? Is dit wel iets wat we aan de overheid moeten overlaten? En zit er misschien niet iets? anders achter. Hè? Waarom moet dat corona toegangsbewijs, als je daarna nog steeds besmettelijk bent, waarom moeten kinderen die niets te vrezen hebben, toch die prik hebben? We deden het voor de kwetsbaren. Waarom moet iedereen nu in één keer ja. dit product afnemen van de farmacie, die helemaal niet bekend staat als betrouwbaar of, of zuiver op de graad? Ja, dit is als je, als je het mij vraagt, gewoon helder denken. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan juist door al deze stappen denken van, oh wauw, het is zo ernstig. Ja. Dat ze... Die angst zorgt ervoor dat je ratio afneemt. Ja. Je beoordelingsvermogen neemt af. Je kan letterlijk niet helder denken. Je kunt niet helder denken, of niet even helder als zonder die angst. Ja. Nou, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Hè. Dat die angst ook in de samenleving moest blijven, dat is ook gebleken uit uh, verschillende WOP-documenten. In Duitsland uh, hebben kranten daar excuses voor aangeboden. In uh, Groot-Brittannië uh, bleek uit WOP-documenten dat er bewust angst werd aangejaagd om maar... Uh, legitimiteit te kunnen vinden voor maatregelen. He, want de burgers zouden er niet van inzien. En bovendien is angst ook nog eens een keer een ziekmakende factor. Dus het versterkt ja. ook ja. nog eens een keer het resultaat wat je ja. eigenlijk niet wilde hebben. De God. McDonald's en de slijterijen hebben we opengehouden en de sportscholen hebben we dichtgehouden. Ja. Hoe kun je dan nog volhouden dat het om gezondheid ging? Nou, dus dat verhaal was op een gegeven moment voor mij wel duidelijk. Echt? Ja. Ik wil ze op mijn knieën te bedanken. De wop analisten dat zijn er vier geweest die. De werk al die WOP-documenten die pas na de coronaperiode naar boven kwamen, die hebben ze allemaal doorgenomen. En dan zagen we in één keer wat voor beslissingen er werden genomen, wie er aan de touwtjes trok. En dan zie je dat een, een, een semi-geheime dienst de lakens uitdeelde, de regie voerde over het coronabeleid. Uh, dat zelfs het ministerie van Volksgezondheid zich afvroeg: van ja, maar uh, wie heeft het nou eigenlijk voor te zeggen in deze nee. pandemie? Nee. Ja. Dat soort dingen. Over grondrechten. En men moet een wortel worden voorgehouden, stond er letterlijk in. Het gaat om je grondrechten. Hè? Vergeet dat niet, een wortel voorhouden. Wie denken ze wel niet dat ze zijn. Ja. Dus ja, om jouw vraag te beantwoorden, dan als je dit allemaal weet, dan is het toch duidelijk dat de waarheid geweld is aangedaan en dat het niet ging om gezondheid. Nou ja, wat je net al zei, uh, we zitten in een informatieoorlog. Ja. En je bent niet de eerste die dat zei. Dat, dat werd al eerder gezegd. Laten we wel even kijken. Eén ding wat ik echt nog even naar voren wil brengen hierin. Dat is, we zitten wel midden in een periode waar we in te maken hebben met uh, informatieoperaties. Een informatieoorlog. Een informatieoperatie. Inform mm -hmm. Ja, zo heet dat tegenwoordig. Dat is een activiteit van strategisch belang. Dat is het manipuleren van feiten en gebeurtenissen. Zodat je een preferente werkelijkheid bij je eigen bevolking, bij je tegenstander en bij het uh, internationaal publiek neerlegt. Daar zitten we midden in. Een preferente is... werkelijkheid. Ja, dus ja, je manipuleert feiten en gebeurtenissen zodanig dat je een preferente werkelijkheid projecteert. Televised reality. Daar zitten we middenin. Dus, en alle partijen doen dat. Wie was deze man? Ja, dit is uh, generaal-majoor van Kappen. En hij spreekt hier gewoon uit wat ik in de afgelopen tijd ook heb geconstateerd. En dit was gewoon op nationale televisie. Ja. Dus vergis je niet, het is geen complottheorie of wat dan ook. Wordt hier gewoon open en bloot toegegeven. wie Duk, journalist van de Telegraaf, zit ernaast. En. Volgens mij hebben ze samen ook niet zo goed door wat deze man nou eigenlijk zegt. Maar hij zegt dus dat feiten en gebeurtenissen worden gemanipuleerd om een preferente werkelijkheid te krijgen. En preferent, hè, dus uh, in de ogen van de overheid gunstige werkelijkheid. Dus de werkelijkheid is niet iets wat aan zich bestaat en wat vervolgens aan de burger is om dan vervolgens een oordeel over te vellen of een mening over te hebben. Die wordt gemaakt. Ja. Die wordt gemaakt, die wordt gecreëerd zodat jij het juiste denkt. Ja. En vervolgens, de volgende stap, en dat hebben we ook aangetoond in die afgelopen twee jaar, is natuurlijk niet alleen dat je het juiste denkt, maar dat jouw gedrag ook precies is zoals zij willen dat jij je gedraagt. Nou, in de coronatijd hebben ze daar gedragsunits voor in het leven geroepen. Heel eng, maar dan dus psychologen bij elkaar en, en mensen die helemaal precies weten hoe jouw brein werkt, waar je op reageert. Wat ervoor kan zorgen dat jij je gedraagt zoals zij dat willen. Het is ook wel eens gezegd over die mondkapjes, hè, dat het één groot gedragsexperiment was. Ja, ja, nou, ja. En in dit geval geeft dus een generaal-majoor buitendienst van de mariniers dat gewoon toe dat dat plaatsvindt. Bovendien, het leger, het LIMC, heb ik ook vaker in de uitzending laten zien, hield zich daadwerkelijk hiermee bezig: het monitoren en het bijsturen van burgers om maar een gewenst narratief overeind te houden.